Op station Leiden Centraal reageren reizigers maandagochtend positief op de nieuwe dienstregeling. Ja, ik weet toch twee treinen even later uit je bed komen, dus het scheelt toch hoor, een paar treinen. Ja, altijd blij mee. Het is altijd fijn dat er meer treinen rijden, dus kun je vaker naar je bestemming. Dus alleen maar goed. ProRail heeft verbeteringen aan het spoor aangebracht, waardoor reizigers nu vanuit Leiden naar Woerden direct kunnen doorreizen met als eindbestemming Houten Castellum. En daarnaast hebben we ook nog de intercity treinen, waardoor er uiteindelijk nu 4 keer per uur rechtstreeks vanuit Leiden naar Utrecht gereisd kan worden. En dat is een hele verbetering voor de reizigers. Ook op het traject tussen Rotterdam en Schiphol komen er meer treinen per uur te rijden, van 4 naar 6. En dus heb je minder lange wachttijden als reiziger. Je kan gewoon naar het station komen en maximaal 10 minuten wachten en dan kun je verder doorreizen naar je eindbestemming. Het lijkt raar om in coronatijd meer treinen in te zetten terwijl er minder reizigers zijn. Maar dat komt door de lange voorbereidingstijd van de nieuwe dienstregeling. Wij zijn al ruim 2 jaar geleden begonnen met de eerste plannen voor deze nieuwe dienstregeling. En het is een enorme puzzel om te komen tot zo'n dienstregeling. Ik heb ook gehoord dat de NS overweegt om toch ook kleinere treinstellen, minder treinstellen in te zetten door corona. Wordt er niet geknaagd aan deze dienstregeling? Nou, dat weten we niet. We monitoren nauwkeurig de reizigersaantallen. En het hangt er ook vanaf wat er uiteindelijk gaat gebeuren met de coronamaatregelen die nu van kracht zijn. Door sprinters in plaats van intercitytreinen in te zetten, wordt tijdswinst behaald. Die sprinters die hebben meer deuren per vierkante meter. Die zijn gelijkvloers, waardoor reizigers makkelijker en sneller in en uit kunnen stappen. En dat maakt dat uiteindelijk dus alle secondes die we daarmee pakken, zorgen dat we deze nieuwe dienstregeling kunnen rijden.